Hallo, ik ben Ralf Kaper, muziektheatermaker en eigenaar van First Row Entertainment. Ik sta hier in Driebergen. Ik kom hier eigenlijk al heel erg vaak langs en toch heb ik dit beeld nooit gezien. Het is een verzetsbeeld gemaakt in 1948 door Wim Hartsing. En je ziet een vrouw die vast zit aan touw. En zij wil de banden met het verleden verbreken. En daarmee de toekomst, een hoop op een betere toekomst, vrijmaken. Het beeld is gemaakt ter nagedachtenis van 12 verzetstrijders die in de oorlog op diverse manieren zijn omgekomen. En waarom sta ik nou hier en waarom wil ik dit beeld aan jullie laten zien? Ik ben weer bezig met het stuk van Marcus Antonius, die in 2006 en 2007 in theaters heeft gespeeld. Die destijds heb gemaakt, gecomponeerd samen met Hubert ter Meulen. En in 2024 ga ik dat weer opnieuw op de planken zetten. Maar dat gaan we op een andere manier doen. Toentertijd was dat op een heel groot vlak. En nu gaan we dat doen in de vorm van een beeld. Dat kan zijn een verzetsbeeld. Dat kan zijn een vrijheidsbeeld. En waarom een verzets- en een vrijheidsbeeld of iets dergelijks in die trant. Het gaat erom, dat is namelijk omdat Marcus Antonius, het stuk, gaat over vrijheid, onvrijheid, bevrijding. En dat is in deze tijd ook wel heel erg belangrijk aan de orde van de dag. Er is zoveel oorlog en zoveel reuring in de wereld, dat ik het belangrijk vind om mensen bewust te maken van hoe vrij wij hier in Nederland leven en dat te waarderen. De vrijheid die we hebben en dat te koesteren en dat met elkaar ervoor te zorgen dat, ja, dat wij verdraagzaam blijven naar elkaar en dat wij samen voor elkaar zorgen en dat wij op een hele fijne manier samen blijven leven. Dat is mijn boodschap ook. Dus ik hoop dat jullie naar het stuk komen kijken, dat jullie ons volgen in ons proces. Want we gaan het hele proces ook documenteren. Dus dat kun je blijven volgen. Wil je meespelen? Dan kun je kijken op onze auditiepagina, want we vormen een groep op dit moment en dat doen we heel organisch. Dus we gaan langzaam, bouw ik ook samen met de spelers, bouw ik als regisseur het stuk op. En vormen we ook telkens dat beeld dat telkens verandert qua functie. Naargelang het iedere scène verandert en naargelang eigenlijk ieder personage in zijn vrijheid, onvrijheid of bevrijd wordt, verandert dus dat beeld mee. Goed, wil je daar meer over zien, dan of wil je ons volgen, ga dan naar www.firstrow.nl. Dus eerste rij in het Engels. www.firstrow.nl. Tot ziens!